NFT's, als je dat tegenwoordig op internet opzoekt, word je overspoeld door miljoenen verschillende NFT's. En het blijft niet hierbij, want heel veel celebrities hebben hun naam inmiddels verbonden aan enkele NFT's. Zo heeft bijvoorbeeld Eminem meer dan 450.000 betaald voor een aap dat blijkbaar op zichzelf lijkt. Jimmy Fallon heeft ook inmiddels een Bored Ape gekocht voor meer dan 200.000. Neymar, die twee apen heeft, deze twee voor meer dan een miljoen heeft hij ze aangeschaft. Dan hebben we Serena Williams, die ook nog een Bored Ape heeft gekocht. Als we kijken naar CryptoPunks, deze CryptoPunk nummer 3100 is verkocht vorig jaar maart voor meer dan 7 miljoen, bijna 8 miljoen dollar. Kevin Hart, die ook een Bored Ape heeft gekocht voor meer dan 200.000. En ook het nieuws, je wordt overspoeld met nieuws over NFT's. Zo zijn er heel veel verschillende bedrijven die hun eigen NFT-collecties uitbrengen. Zoals bijvoorbeeld Lamborghini, Disney heeft dat al eerder gedaan. Reddit test nu al met NFT's als profielfoto's. YouTube wil NFT's gaan ondersteunen, dus het is een big business. Het is een hele hype. Dus het is niet raar dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in het creëren van hun eigen NFT, zodat ze misschien wat geld ermee kunnen verdienen. Dus we gaan vandaag kijken hoe je eigen NFT kunt creëren door middel van 3 stappen. Allereerst, we kiezen een eigen foto uit. Stap 2, we bewerken deze tot een soort van een cartoonish foto. En daarna gaan we deze plaatsen op het web. En dan zijn we, dan hebben we ons eigen NFT gecreëerd. Laten we meteen beginnen. Stap 1. Foto uitkiezen. Als eerste stap moeten we natuurlijk een foto vinden die we dus vervolgens kunnen gaan bewerken. Er zijn heel veel websites waar je gratis foto's kunt downloaden. Dit is er één van, pixabay.com. Deze foto's zijn allemaal gratis, deze kun je ook bewerken. Bijvoorbeeld Unsplash, dat is een andere website waar je dus duizenden foto's voor gratis kunt gaan gebruiken, kunt gaan bewerken, downloaden. We hebben gezien dat dieren heel erg populair zijn in de NFT-wereld. Zo zagen we dat apen heel erg vaak werden gekocht door celebrities. Dus we kunnen hier bijvoorbeeld zoeken op apes. Dan zien we een collectie van apen. Wellicht duizenden foto's van apen die we kunnen downloaden en deze vervolgens kunnen bewerken. Of bijvoorbeeld cats. Katten. Dan kan je weer een foto nemen. Voor het voorbeeld kunnen we deze bewerken. En dan kunnen we er een NFT van maken. Je kan ook natuurlijk een eigen foto die je wellicht op je computer hebt staan, die je zelf hebt genomen, een foto van jezelf, die kunnen we ook allemaal gebruiken. Dus het maakt allemaal niet uit. We hebben allereerst gewoon een foto nodig. Stap 2, foto bewerken tot NFT. Zojuist hebben we de foto gekozen die we willen bewerken. En we zagen dat voor de NFT's, dat het niet standaard foto's waren die als NFT worden verkocht. Het zijn meer cartoonish, gedigitaliseerde versies van foto's. Dat gaan we dus nu ook bij stap 2 doen. Aangezien we ons foto willen cartooniseren, digitaliseren, heb ik een website gevonden, befunky.com. Als je hierop klikt, dan kan je foto heel makkelijk veranderen naar een andere versie, dus een cartoon versie zoals we hier zien. Je klikt op Create Photo Editor, je dropt je foto hierin. En dit is een hele goede vriend van mij, Jax. Deze foto gaan we dus veranderen in een NFT. Allereerst wil ik hem een beetje kroppen, dus je gaat hier naar Edit, dan klik je hier op Crop. En ik ga dit een beetje omlaag bijkroppen en dan ga ik dit nog een beetje naar rechts schuiven. En ik vind hem zo wel oké. Dus ik zeg apply. Met deze foto gaan we dus verder werken. We klikken hier op Artsy. Dan krijg je de verschillende thema's die je kunt gaan gebruiken om jouw foto te bewerken. Ik heb zelf wat geëxperimenteerd, want het zijn er heel veel. Er zijn heel veel thema's. Dus leef je uit, probeer van alles uit. Maar ik kwam erachter dat digital art en oil painting de foto het beste laten uitkomen. Dus als we met oil painting beginnen, dan zijn er verschillende thema's waar je uit kunt kiezen. Laten we met de bovenste beginnen. Deze begint hem gelijk te bewerken. Ik durf te zeggen dat dit al best wel een mooie NFT zal worden als we hem zo al gaan aanbieden. Je ziet het.
Hij is prachtig bewerkt. Laten we misschien een andere versie pakken, een andere thema, kijken wat daaruit komt. En dus al deze thema's geven een soort van een andere feel en look. Hier zien we dat, dat hij een andere look heeft gekregen. Deze vind ik ook mooi. Ik denk dat ik ze allemaal wel mooi vind. Laten we deze even pakken. Deze vind ik zelf ook heel erg mooi. Maar laten we even nog gaan kijken bij de digital art. Bijvoorbeeld die eerste staat Cartoonizer. Laten we kijken wat we hier kunnen vinden. Maar zoals ik al heb aangegeven, er zijn echt honderden verschillende thema's waar je uit kunt kiezen. Dus kijk wat het best voor jouw eigen foto is. Dus je ziet hem hier, hij heeft hem echt als een cartoon, heeft hij hem bewerkt. Dus als we ook inzoomen, zien we ook dat hij echt heel mooi is bewerkt. Het is maar wat jouw smaak is en hoe jij hem als NFT wil aanbieden. Ik ga toch verder met deze foto, aangezien dit toch een meer een cartoonish feel heeft. Maar zoals ik al zei, probeer de verschillende versies uit, verschillende thema's en kijk wat het beste bij jouw plaatje past. Nou zien we hier nog een logo staan van een website. Je kan hem in deze vorm natuurlijk opslaan. Je kan hem screenshotten bij wijze van. Je kan ook een snip nemen en zorgen dat deze logo er buiten valt. Stap 3. De NFT plaatsen op OpenSea. Nou, we gaan de NFT die we zojuist hebben gecreëerd, de bewerkte foto, gaan we nu naar OpenSea.io en we klikken hier op Create. Dan moeten we wat ondertekenen. Dus we gaan akkoord met de service terms. We zien hier dan vervolgens staan Create New Item. Hier moeten we ons foto toevoegen. Dat ga ik doen. Dit is onze bewerkte foto. We moeten het een naam geven. Jax ready for takeoff. Ik vind hem best wel op een astronaut lijken. Dus vandaar ook deze titel. Jax ready for takeoff. Oké, hier kan je een externe link plaatsen. Dus wanneer je wil dat die foto naar een andere website, naar je eigen website eventueel linkt, kan je dat hier toevoegen. Dat hoeft bij mij niet. Een description kan je nog toevoegen. Laten we even kijken. Jax is ready to go to space after months of hard training. Oké, dit is wel gepast aangezien een astronaut wel maanden training heeft gehad. Wat we hieronder zien is collectie. Nou, dit wordt niet deel van een collectie aangezien dit maar één enkele NFT zal worden. Maar als je een collectie had, dus meerdere foto's binnen een collectie, dan kon je hier nog properties, levels, stats toevoegen. Dus dan kon je elke foto binnen je collectie bepaalde kenmerken meegeven, zodat andere mensen ook zien wat de verschillen zijn. Dan hebben we hieronder de blockchain dat we kunnen aangeven. Dus hier staat hij nu op Ethereum, maar we kunnen ook Polygon kiezen. Polygon is een gas-free blockchain, dus eigenlijk gratis. Dus ik ga voor Polygon. En wanneer je Polygon kiest, ik ga nu niet heel erg deep into de details. Als jullie een video willen wat de verschillen echt zijn tussen de Polygon en Ethereum, laat dat dan weten in de comments. Maar als je Polygon kiest, dan zie je dat de supply aangepast kan worden. Dus je kan ervoor kiezen dat deze NFT meerdere kopies van verkocht kunnen worden. Ik laat hem gewoon op 1 staan, dus er zal maar 1 NFT bestaan dat precies deze is. Dus er zullen niet meerdere kopieën verkocht kunnen worden. Dan gaan we verder en ik zeg create. Nou, wij hebben zojuist een NFT gecreëerd. You created Jax ready for takeoff. Nou, dit is super mooi. Je kan hem delen als je wil met andere social media. En hij staat er. We hebben letterlijk een NFT gecreëerd. Jax ready for takeoff. Er is nog geen price history. Je ziet het, 29 seconden geleden is hij voor het eerst gemint. Dus hij is eigenlijk op de blockchain van Polygon gekomen, aangezien we hem dus niet op Ethereum hebben gezet, maar op de blockchain van Polygon. En hij is van ons.
Als je dan naar je profiel gaat, dus hier bij profiel, zou die tevoorschijn moeten komen. We zien dat die er nog niet staat. Je ziet het, 0. Dat kan een aantal minuten duren voordat die hier ook zichtbaar wordt. Na een paar minuten is die ook in ons profiel verschenen bij Collected. Als we erop klikken, dan zien we dezelfde pagina die we zojuist ook hadden. We kunnen hier op Edit klikken als we nog bepaalde wijzigingen willen aanbrengen. Kijken of alles nog goed is. Ook zie dat ik hier een foutje heb gemaakt. Space moet het zijn. En dan ga ik hem Submit Changes doen. Succes. En dat is perfect. Dus in ons profiel hebben we ons eerste NFT staan. Zo maak je dus in 3 hele simpele stappen je eigen NFT. Als jullie maar iets hebben gehad aan deze video, laat dan een dikke duim achter. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle video's die ik maak. En voor alle vragen, laat het achter in de comments. Ik zal op alle vragen antwoord geven. En dan zie ik jullie weer terug bij de volgende aflevering. Tot ziens!